Check hoe zwoel mijn stem is. Ik dacht ook, ik moest al een aantal keer hoesten. Ik dacht, volgens mij heb ik een hele zwoele stem. Zal al wel wat wegtrekken als ik wat meer praat. Het was heel gezellig gisteren. En ik was 2:30 uiteindelijk lag ik in bed. Ik heb best wel uitgeslapen tot een uurtje of 10. Maar daarna ben ik aan het werk gegaan in mijn bed. Daar lig ik nu nog steeds met mijn laptopje. Want mijn ouders hebben bezoek. En het is best wel serieus bezoek over mijn vaders bedrijf. Dus ik dacht, nou, dan voel je je toch een beetje te veel. En ik had mijn laptop hier, dus ik dacht, ik begin gewoon in bed. Ik heb wel heel erg honger nu. Het is 10:30. Ik moet om 1 uur werken, dus ik moet er nu ook echt uit. Beetje haast en ben ik weer te laat. Het is altijd hetzelfde. Ik ben nu liedjes aan het uitzoeken voor gitaarles. Ik heb deze hele week 0,0 geoefend. Echt super slecht. En ik zit dan nu ook van, oh, zou ik muziek melden? Maar dat is heel zwak, dus dat doe ik niet. Ik ga gewoon. De liedjes die ik uitgezocht heb, staan even niet over me. De eerste is de Lazy Song van Bruno Mars. De tweede is John Legend, All of Me. En hebben we hier, ik kan het echt niet zo goed lezen, Let Her Go van, hoe heet hij ook weer? Weet ik even niet, Passenger. En Clocks van, moeilijk. Clocks van... Het is heel logisch, maar als je er hard over na moet denken. Nou, ik kan het ook niet meer vinden. Coldplay, natuurlijk. Coldplay. Maar ik ga er nu uit. En ik bedacht, ik kan dit niet uitprinten op deze laptop. Dus moet ik even op mijn oude doen. En ik... het wordt haasten. Dus ik ga nu heel snel eruit en heel snel eten. Echt later dan later. Het is echt officieel de ergste keer dat ik laat ben. Ik ben het meest erg laat. Ik kan er niet eens meer normaal van nadenken. Maar ik heb 7 minuten om er te komen. En ik weet dat het kan. Kom ik niet 5 minuten van tevoren aan zoals officieel de bedoeling is. Maar ik weet dat het kan. Ik heb zelfs nog kruisli gegeten in alle haast. Dat valt me ook nog mee. Ik dacht, ik denk dat ik echt met een hele lege maag erheen moet. En dan wordt het echt een uitdaging om het vol te houden. Want ik heb daarna nog gitaarles dus. En dan eet ik dus echt pas om... Nou, 7:30 of zo. Dus als ik dan echt geen ontbijt op heb, dan wordt het echt lastig. Maar gelukkig heb ik nog wat gegeten. Ik heb zelfs 3 liedjes uit weten te printen in een mega, mega haast. Ik weet niet eens welke 3 het zijn. Ik hoop dat het wat wordt. En ik moest er eigenlijk 5, dus ik heb er al 2 te weinig. Het is echt een soort van lichtelijk drama vandaag. Ik hoop dat hij een beetje tevreden is. Oh, het wordt echt... En ik heb 0,0 geoefend en... Stom. Maar ja, het geeft niet. We gaan het wel zien. Ik ga nu niet hard rijden, maar wel iets harder dan normaal. En heel goed opletten. Dus ik ga even stoppen met vloggen. Ik heb nog 1 minuut. Dat betekent rennen. Ik ben onderweg naar gitaarles. Ik heb niks gefilmd tijdens het werk. Maar was ook echt eerlijk waar niet zoveel op te filmen. Ik dacht, ik kan misschien iets leuks bij de productie doen. Dat ze iets aan het maken zijn. Maar de productie was al klaar. En ik heb verder eigenlijk alleen maar klanten geholpen. Niet veel, het was niet heel druk. En ik heb wat doosjes gemaakt. Nou, ook niet zo interessant. Maar ik ben nu onderweg naar gitaarles. Ik zie er heel erg tegenop. Echt heel erg. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ik heb echt zitten twijfelen van... Oh, moet ik wel gaan? Maar ik ga gewoon. Want ik had ook niet zoveel om te oefenen. Hij zei, doe alle akkoorden weer eens. Doordat je volgende week gewoon weer weet wel wat welk akkoord is. En dan kunnen we een nieuw liedje beginnen. Dus ik denk ook niet dat hij me gaat vragen van, wat heb je afgelopen week gedaan? Vorige week nieuwe koord geleerd. Nou, die kan ik in ieder geval nog steeds niet. Maar dat zeg ik gewoon tegen hem, kan ik nog steeds niet. En ach, we zien het wel. Ik dacht ook, en weet je, dat zei ook mijn collegaatje. Je doet het niet voor hem, je doet het voor jezelf. En het maakt voor hem niet uit of je goed geoefend hebt, ja of nee. Want hij wordt toch wel betaald. En toen dacht ik, ja, er zit wel wat in, natuurlijk. Maar ik vind het wel slecht van mezelf. Ik heb wel een beetje honger ook, want ik heb eigenlijk alleen maar ontbeten met kruisli. En ik heb een appel op het werk, dus dat is niet zo heel veel. Mijn moeder heeft dus allemaal vrouwen op bezoek die komen eten. Dus ik kan wel met hun mee eten, maar dat is ook weer een beetje awkward. Ik ga vanavond ook sporten met Anna als het goed is. Ik heb nog niks gehoord. Het is allemaal een beetje twijfelachtig, maar ik ben bij de muziekschool. Dus klaar voor het spelen. Ik ben nu serieus terug aan het lopen naar de auto. Want ik ben dus altijd, moet 6 uur werken en ik moet om 6:30 les. Dus ik ben altijd 20 minuutjes te vroeg. En ik was dus nu aan het oefenen en toen keek ik naar mijn nagels. En toen dacht ik, nee, dat kan niet. Ik moet een kleurtje op mijn nagels. Hij gaat natuurlijk heel erg naar mijn vingers zitten kijken en ik moet iets op mijn nagels.
Dus ik loop nu terug naar de auto, omdat ik weet dat daar nog een nagellakje ligt. En dan ga ik die opsmeren, zodat ik niet het gevoel heb dat ik lelijke nagels heb. Wacht, ik zal hem vast voor je open doen. Waar hij hoort. Soms dan ineens, dan pak ik hem en dan lukt het. En dan daarna weer niet, of zo. Welk akkoord pak je? De F. De F, oh, oké. Okay. Het lijkt een beetje op de D mineur. Ah, maar die wilde ik helemaal niet. Precies. Nou ja, maar als het dan in dit moet, dan sta ik 6 seconden stil en dan... Nou, dat moet ik wel horen dan. Nee, dat gaat echt niet. Dan kan ik heel leuk eerst de C doen. Maar als ik dan naar de F moet, dan moet ik heel voorzichtig zo mijn vingertjes neerzetten. Oh, nou, waarom doe ik dat? Omdat ik net een liedje met het D. Ah. Hij kan. Nou ja, dat dus. A mineur. Kijk, ik doe het ervoor. En lukt het ook met metronoom, denk je? Nee. Nee? Probeer. Maar dat kan niet, want ik kan er even niet zo snel. Heel langzaam. 2, 3, 4. En dan heb ik op de 1 net met 2 vingers. Nee. Oh, ik kan het niet meer. Zo ja. Oh ja, sorry. Oh nee, dan moet je weer even opnieuw. Hè? Ja, maar dat kan ik toch niet. Oké. Okay. Oh, sorry. 4 en... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik heb een nieuwe manier gevonden om mijn telefoon neer te zetten, om te zorgen dat ik hem niet meer vast hoef te houden tijdens het rijden. En dat is wel zo veilig en heel prettig. Ik ben echt super blij dat ik ben gegaan naar gitaarles. Het ging echt goed. Ik dacht, ja, ik heb helemaal niet geoefend in die F. En die F heb geleerd en kan die F helemaal niet. Ik deed hem gewoon. Ik deed de F gewoon. Echt, nou, de eerste keer dat ik me verbaasd ben door mezelf. Het was echt leuk. We deden ho, hey. En ik kreeg er echt energie van dat het een nieuw liedje was. Gewoon, ja, misschien zijn we te lang blijven hangen bij dat andere nummer. Want dit lukte wel. En ik snapte zijn uitleg goed. En hij heeft alles goed opgeschreven. En een vrolijk nummer. Misschien is dat het. Misschien moet ik meer vrolijke nummers spelen. Ik vond het echt leuk. Ik ben echt blij dat ik gegaan ben. En niet heb gedacht van, laat maar. Want ik heb niet geoefend. Ik kan beter afzeggen. Nou, nu weer 2 weken om goed te oefenen. Ik wilde net gaan zeggen hoe blij ik was met mijn nieuwe trucje om mijn telefoon neer te zetten. En toen viel de telefoon om. Ja, jammer. Nee, maar hij werkt wel. Ik moet alleen nog eventjes helemaal zien te fine-tunen. De zon schijnt echt super fel, terwijl het de hele dag best wel slecht weer was. En nu gaat hij me verblinden. Maar ik ben onderweg naar de sportschool. En het was een beetje haasten natuurlijk. Dus ik heb wel een volle buik. Ik heb tot nu toe nog nooit gesport net na het eten. Dus ik ben heel benieuwd of ik dat trek. Of dat ik dan echt denk, wow, misselijk, 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 misselijk. Maar misschien heb ik er helemaal geen last van. We zullen het wel zien. Moeder heeft dus al die dames te eten en blijf staan. Het was echt één grote gezellige bende. Dus ik ben wel blij dat ik ga sporten, want dan ben ik eventjes weg en anders dan voel ik me zo, net als vanochtend, gewoon te veel. Ik ben de hele dag al te veel. Maar nee, het geeft niet. Ik ga even een uurtje lekker sporten. En dan vanavond nog eventjes dingen voor de blog doen, het artikel voor morgen checken. En morgen gewoon weer werken. Dus dat was het wel een beetje. Zo ziet mijn leven er ongeveer uit op een normale, doordeweekse dag. Het sporten zit erop.
Het was lekker, we hebben krachttraining gedaan. Normaal is dinsdagochtend altijd burn, de groepsles, maar Anne kon niet. Dus toen hadden we besloten om dit maar te doen. En weet je wat wel goed voelt? Toen we gingen was het nog licht en nu ga ik weer naar huis en nu is het donker. Dus het voelt echt alsof ik vet lang gesport heb. Terwijl eigenlijk was het 70 minuten, dus op zich niet lang, niet kort. Ja, gewoon goed. Maar ja, we zijn wel echt goed bezig. We hadden er nog uitgebreid met onszelf, met z'n tweeën over, dat wij echt verschil zien, weet je wel? Dat je echt in de spiegel kijkt, dat je denkt, ja, mijn benen, jongen, mijn benen zijn echt strakker. En de broek die ik vandaag aan had, dacht ik ook echt wel dat die losse zat. Maar dan ga je twijfelen van, ja, wil je het nou gewoon graag zien? Of is het echt zo? Want niemand om mij heen heeft het gezegd. Terwijl soms als ik in de spiegel kijk, denk ik zelfs van, ja, ik zie het zelfs aan mijn hoofd. Ja, denk ik echt. Ik zie het echt aan, zeg maar, net onder je wangen. Lijkt het dunner. Maar dat is het. Wil ik het nou graag zien of zie ik het echt? Bijvoorbeeld mijn vriendje heeft er nog niks over gezegd. En het lijkt mij dat als het echt zo is, dan zou hij het ook moeten zien. Maar wie weet, we houden gewoon vol. We blijven sterk. Ik merk wel dat elke keer als ik iets gegeten heb, iets slechts. Bijvoorbeeld, ja, nu had ik natuurlijk met het verjaardag van mijn vriendje taart gegeten. En ook echt twee stukken. Dat ik dacht, oh wat erg, dat kan niet hoor, dat kan niet. En ik wil sporten, ik wil sporten, ik wil het al sporten. Dat ik dus zelfs thuis gewoon wat buikspieroefeningen doe, zodat ik me beter voel. Dus ik ben wel echt gemotiveerd, dat merk ik echt. Vind ik echt heel fijn, echt goed van mezelf. En deze week gaan we, als het goed is, ook drie keer. Want dan gaan we donderdag nog en dan doen we cardio. En dan doen we vrijdag doen we de groepsles burn, zodat we dan... Nou, jongens, als we dan niet mega strak worden deze zomer, weet ik het ook niet meer. Heeft het in ieder geval niet aan mij gelegen. Tenminste, als ik weer een beetje gezond ga eten. Want afgelopen weekend met de verjaardag en Koningsdag was het natuurlijk allemaal een beetje iets te veel van het goede. Maar dat moet ook kunnen, weet je. Je moet ook kunnen blijven leven. Dat vind ik wel, weet je. Het is leuk om strak te zijn. En ik wil gewoon eens in mijn leven een periode hebben gehad dat ik zo strak zat. Dat iedereen zei... Oh, wat zie je er goed uit, wat zie je er goed uit. En dan daarna dan, mag ik wel weer wat breder worden. Ja, ik ben prima. Ik ben niet dik. Maar ik wil gewoon een keer ervaren hoe het is om zo strak te zijn. Dat je gewoon alles wat je aantrekt zit goed. Nou, dat moet je toch één keer in je leven gedaan hebben. En dan is dit wel de leeftijd om dat te doen. Want hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat ook wordt. Dus ik ga er echt voor. Woe! En dat was mijn goede systeem. Nou ja, ik ben bijna thuis en dan ga ik eventjes nog wat vlogjes editen en artikel voor morgen. Ik heb lekker gedoucht en ik lig nu in bed. Ik ben echt super moe en ik vraag me dus af of dat komt door het sporten of door Koningsdag. Ik was gisteren natuurlijk wel echt, ik lag pas om 2:30 in bed. Maar ik heb wel gewoon tot een uurtje of 10 volgens mij, 10:30 geslapen, dus op zich. Maar het 's avonds sporten, ik ben nog niet helemaal uit of ik het fijn vind. Omdat ik heb natuurlijk al gewerkt vandaag, dus ik heb al 5 uur op mijn benen gestaan. En de sport ging echt zwaar. Ik had het echt zwaarder dan ervoor. Terwijl ik merkte zeg maar wel dat dingen makkelijker gingen. Bijvoorbeeld de triceps. Dat vond ik super moeilijk. En dan dacht ik echt, oh, dan had ik... Je moet dan 3 keer 12 en dan had ik er 1 sessie op zitten. En dacht ik echt, nou sorry hoor, maar ik ga het gewoon niet meer doen. De eerste keer heb ik het zelfs ook niet gedaan. Dacht ik, nou ik geef het op. En nu ga ik in plaats van 11 kilo, doe ik 18 kilo. En dan heb ik het wel echt zwaar, maar ik doe wel 3 keer 12. Dus ik merk echt dat het beter gaat. Maar ja, het was toch zwaar vanavond. Ik was gewoon moe en ja, wat luier. Ik ga dan toch liever 's ochtends, geloof ik. Ja, we gaan het donderdag wel weer zien, want dan gaan we denk ik 's ochtends. Alleen, nu bedacht ik me ook weer dat we donderdag bij het huisje mogen kijken. Het is nog niet de oplevering, maar het is wel, ja, het is zeg maar wel de oplevering. Of zo, nou, ik weet niet precies, ik snap het niet allemaal hoe dat zit. Maar in ieder geval, we mogen komen kijken om te kijken of alles oké is. En als het dus niet is, mogen we dat aangeven en dan gaan ze nog wat aan doen. En dan een week later krijgen we de sleutel een week. Het is gewoon nog... Een week en 2 dagen. Dan krijgen we de sleutel. Maar vanavond slaap ik nog lekker in mijn eigen bed. Dat voelt toch ook wel goed. Het idee dat ik straks niet meer in mijn eigen bed slaap. Er is niet zo lekker als je eigen bed. Ook al heeft mijn vriendje een heel lekker bed. Ik ga lekker slapen. Wat rusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.